Alle kijkers van ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Tekken 2 met Ido. Oh. Hallo. En ik stond net vol met mijn vinger tegen mijn headset aan. Dat voelt dus ook heel onplezant. Maar in ieder geval... Ach, je moeder is onplezant vannacht. Oké. In ieder geval... Volgens mij gaat Ido nou even mijn achtbaantje even fixen. Want de internet... Ik wil beter vragen stellen, wat valt hij aan te fixen? Nou, ik verwacht heel wat. Maar waar zit die fout? Ja, dat is mijn goede vraag. Maar daar komen we wel achter, denk ik. Gezondheid. Ik zet een keer op pauze, maar die is op dit heel raar piekje gaat maken. Oké. Die valt op zich wel mee. Fout dit! Dat is dus het punt. Die is heel hoog en die laatste kurk trekken naar beneden, ik denk ik. Laatste halve looping. Ik zou niet weten. Ja, jij bent expert. Dus ja. Ook dat bochtenwerk hier en daar, dat is echt zo vaak heel af. Ja, oké. Okay. Oh, hey, kom meer. Het gaat opbeheer. Stop! Stop, 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 stop. We gaan er één ding doen. De paraplu's duurder maken. Dat paraplofkraampjes neer donderen. Dat is ook een goed idee. Maar als jij vast begint aan een nieuwe achtbaan. Aan een nieuwe? Oh. Dus iets verder weg. Wat is voor jou iets verder weg? Achter de lift of zo of iets? Nee, hele andere kant op, jongen. We moeten die mensen met elkaar zitten trekken. Oh, meer richting die hangar bobslee gebeuren. Nee, de andere kant. Oh, achter die andere achtbaan. Eens even zien. Volgens mij hadden we laatst ook nog een nieuwe achtbaan erbij gekregen, maar ik weet eigenlijk niet meer precies welke dat was. Nou, ik ga de multidimensie achtbaan doen. Als je het over de duivel hebt. Hoezo dan? Ah, nou ja. Dan denk ik in ieder geval. Oh, oké, ja, dat kan ook. Maar wat is de fuck is er. Oh, een stoelrotatie. Optie zit er ook bij, oké. Okay. Met zoiets heb ik nog nooit gewerkt, dus. Praise the Lord if. Als iets kapot gaat of iets gaat helemaal. Moet ik daar wel iets aanzetten weer? En dat is. Spam! Spam? Oh, marketingcampagne. Oh. Even zien. Actiefotogedeelte zit erin. Toppie. Er zit zelfs een kwadlooping in. Ja, die hebben sommige attracties. Hij is wel minder extreem. Dat is fijn. Oh, dit ding dat kan ook helemaal stijl naar beneden. Laat ik dat doen. Geen goed idee. Gast, wie gaat het al mis met die steile heuvels? Dan wil jij het nog steiler gaan maken. Ja. Oh, verkeerde kant. Die kant. Ik probeer echt die shit te fixen, kan ik ook nog een achtbaan gaan fixen. Ja. Ja, bijna was toch Ido de fixer, of niet? Nee, de handyman. Oké, dat wordt hem niet. Dit kan misschien best wel zijn die ik nu heb.
Maar ik denk niet dat ik die stoelrotatie ga gebruiken. Kan wel. Ja, nou ja, ik weet alleen niet hoe dat werkt. Maar de achtbaan hoeft niet al te groot te zijn. Ja, en wat maar gebruik de stoelrotatie maar wel. We kunnen altijd testen. Alleen, we moeten die parkwaardering verder omhoog krijgen binnenkort. Zullen we er eerst even naar gaan kijken zometeen? Waar naar kijken? De parkwaardering gaat hard omlaag. Oh. Door de bezoekers omlaag, dat hadden we onze goal niet. We zullen eerst even naar kunnen kijken of je de achtbaan verder afbouwt. Wat daar mis mee is. Oké. Even zien, wat zijn de meeste gedachten? Ik krijg jouw achtbaan gewoon bijna niet gefixt, hè? Het is hier te druk, zeggen 232 mensen. Ik denk dat dat wel het grootste probleem is. En 175 zegt, ik heb al een parkplattegrond. En 76 mensen die zeggen dat ze honger hebben. Er is een paar eetkraampjes erbij die we al hebben. Even kijken, we hebben bijvoorbeeld een frietkraam. Dan zet ik even anders weer een frietkraampje neer. Het gaat er altijd wel door. Misschien ook nog een drankautomaatje erbij. Frisdrankkraam. Ik zeg dan wel eens een drankautomaat, maar dat is niet echt logisch. Maar ja, ik denk dat gewoon het grootste probleem is dat het gewoon te druk is. Ja, maar dat is de challenge van de opdracht. Ja, oké. Okay. Ik zie ook gewoon dat je massaal al die paden naar tweeën hebt uitgebreid. Dat klopt. Ik ben misselijk, zeggen 57 mensen. Nou, even wat meer EHBO-posten neerzetten. Ja, je kunt het ook wel in een prullenbak doen, maar ik weet niet of dat zo verstandig is. Volgens mij weet ik wat niet goed doet die achtbaan. Dat is zo extreem is. Oké. Dat komt door die halve, door die rotatie. Die zijn ook allemaal bijna ingesteld. De achtbaan gaat te langzaam. Oké. En nog even een blokremmetje erbij. Ik gooi daar alle attracties open. Europa. Oh, dat is bijna goed. Zo. Hey, je doet maar, ik doe het gewoon. Per bels. Nou, dan weten we dat ook. Eens even zien. Daarom speel ik ook geen Fortnite. Maar ga ik het wel binnenkort doen. Ja, oké. Dit is echt zo'n basic achtbaantje, maar dat maakt niet uit. Gewoon om de zorg weer te verspreiden. Alle paden zijn ook open nu. Dat had hij makkelijk. Even zien, wat zijn de testresultaten? Wat hij zo gaat zeggen. Dat is de vraag. De vraag van vandaag. Hij is nog steeds extreem, maar waar gaat hij nog steeds mis dan? Hier. Ik haal gewoon echt al die loopings er gewoon uit nu. Had je maar niks voor problemen gezorgd. Ik dacht dat je de alle looping gedeeltes er al uit had gehaald. Nee. Want ik dacht dat je dat zei. Deze gaat gewoon open. Oh. Bijna goed. Deze achtbaan gaat ook open. Ja, open gooien. Hoppakee, staat wel open. Waarom zegt niemand even dat de advertenties al afgelopen zijn? Vliegend tapijt 2 heeft geen een pad naar de uitgang. Maak die maar even.
Stop. Done. Ja, nu kunnen ze echt overal heen lopen. Nu zal dat in ieder geval niet zo'n groot probleem meer moeten veroorzaken, hoop ik. Gaan het probleem in ieder geval kleiner gaan worden. Laat ik hier bij mijn nieuwe achtbaan ook maar gelijk even zo EHB. Ik heb een idee. Gooien. I got an idea. Oké. Okay. Mooi, en dat hebben we ook nog. Had je die blauwe achtbaan al opengezet? Nee, volgens mij niet. Ja, even kijken wat de testresultaten zijn. Oh, oké. Okay. Hoog. Kan open. Nou, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Oh, wacht even. Ik heb mijn verrassing nog niet klaar. Oh, oké. Okay. Dan wacht ik. Oh, die is wel uit rood zien te komen. Maar zijn parkbedeling stijgt. Oh, ik zie het al wat je aan het doen bent. Daar zat ik ook al een beetje aan te denken. Heb ik gezien onze... Heb ik gekeken onze... Het gaat regenen. Wat? Het gaat regenen. Nou, bij mij niet, maar er komt gewoon weer met een netwerk, die synchronisatie. Maar dat maakt niet uit. Want ja, dat is wel een handig idee wat je nou doet, want dat zal dus betekenen... ...dat... ...ze gewoon heel makkelijk naar de andere kant van de park toe kunnen. Hoeveel wagons kun je hierop? Behoorlijk wat volgens mij. Wat zijn de meeste gedachten nu? Oké, het aantal bezoekers dat zegt dat het te druk is, is gedaald van de 200 naar de... Oh, nu zit ik het helemaal niet meer. Oh, naar de 35. Zo, dat gaat hard. En in 80 mensen zeggen dat ze naar de wc toe moeten, dus... Maar een paar wc's erbij. Oké. Okay. Dan ga ik dat nog even mooi regelen. Ik heb het in ieder geval geopend, de skilift. Oké. Okay. Toiletje... Nou, stel, ze komen uit die, weet wat dat, ding ook mag wezen, dat vervoer gebeuren, weet ik veel, I don't know, skilift, I don't know. Dan hebben ze gelijk een EHBO. Mark. Ja? Misschien EHBO pas, als een toilet, hè? Ja, nee, hier. Kijk eens even 6 blokken verder ongeveer. Maakt niet uit. Maar even als mensen er al gebruik van gaan maken. Ja, mensen maken er al gebruik van. Nou, onze parkwaardering die stijgt als de als een man. En de bezoekersaantal ook. Fijn. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Maar moeten wij niet dit jaar dat trouwens wat halen? Heel te... Ja, dus ik denk dat het de volgende aflevering gelijk de laatste aflevering van dit park is. Denk ik. En dan moeten we het gaan halen. Ja. Dus Ik heb geen zin dat deze missie faalt, dus... Nee, maar tot later. Cheers.